Niet wassen is dus echt de tip. Hebben jullie ook, als je op de verpakking bijvoorbeeld ziet staan, wow, het is houdbaar tot februari 2025, dat je denkt, oh my god. Leuk altijd als je merkt dat een dier je herkent. Even hallo tegen de kinderen die kijken. Kinderen die kijken? Punten op je rug en helemaal rood. Sindsdien heb ik elke zomer met vlekken. En is op mijn voorhoofd heel erg geworden. Ik zou er helemaal niet van. Hier kunnen ze ook van die sexy filmpjes van maken, wat ze tegenwoordig doen met dat boetseren. Gadver. Ja, gewoon overgeven. Oh nee, kijk, dat gaat helemaal mis, joh. Oh, dat vind ik eigenlijk wel zielig aan een klein huisje. Hoe moet ze dan bewegen en spelen? Nee, dit is al best wel veel. En dan vind ik het toch leuk als je haar vast zit. Je gebruikt dat maar zo weinig. Hoor ik wel. Eerst denk je een beetje dat het daar niet kan, ja. Oh nee, maar we hebben geen vaart meer, dan gaan we botsen. Even mijn oogst bekijken hoor. Zo, er is veel oogst. Uit de winkel. Maar ik twijfel of ik ze er allemaal afhalen. Nou ja, in Zoetermeer werden ze anders opgegeten door vogels. Ik gun de vogels wel lekker eten, maar niet al mijn moestuin dingen. Maar dat ik er ook wel een paar kan laten hangen. Deze zit heel erg vast hier. Aan de kinderen vertellen. Kijk jongens. Helemaal uit mijn eigen moestuin. Nee. Het voelt echt als een leugen. Dat is het ook. Oh, deze is open. Ik hou nooit van open tomaatjes. Misschien kan ik die dan neerleggen voor een vogeltje op dat schaaltje waar ik nooit bij kan. Ik dacht gewoon even hier. Ik denk niet dat er een vogel komt, maar wie weet. Zo gaat het met mijn aardbeien. Oh, gadver, deze is ook al. Ik moet ze wel even water geven voor ik naar mijn werk ga. Het wordt niet heel heet vandaag. Mijn aardbeidjes. Niet wassen is dus echt de tip. Vroeger ging ik dit helemaal wassen en dan gaat het dus veel sneller verrotten. Ja, die vijgen zijn helemaal niet lekker van binnen en heel vies van buiten. Daar baal ik wel van. Dus eigenlijk moet ik vragen of ik ze mocht proeven. Ik heb nog nooit zulke slechte vijgen van binnen gehad ook. Dit gaat mee naar school. Oh, ziet er ook lekker uit. Dit vind ik wel mooi. Lekker veel mee naar school, want het begint allemaal slap te worden, want het buiten de koelkast ligt. Oh nee, maar deze week moet ik 3 dagen werken natuurlijk. Die aardbeien, die krijgen natuurlijk niet zoveel regen als ze daar hangen. Ze moeten echt goed water geven. Hé wezen, lekker hè? Lekker de ochtend met de ramen open. Je bent mijn favoriete wezen. Ja, je bent lekker dik als je er zo bij zit, poesie. Oké, wat neem ik mee? Wat neem ik mee? Bakjes zijn beter voor het milieu dan zakjes. Ik neem wel weer brood mee, want geen brood op mijn werk is echt thuiskomen. En alleen maar denk ik wil ongezond eten omdat ik zoveel honger heb. Dat is niet goed. Dus 3 plakken zuurdezenbrood. Uit de vriezer. Hoppa. Dan. Ja, deze gooi ik gewoon weer los in mijn tas hoor. Deze ook. Nu snijden is eigenlijk zonde van de tijd. Ik ga weer een keer een avocado eten. Dat is echt al lang geleden. Dat doe ik hierin, anders gaat het pletten. Komkommertjes. Tomaatjes. Strawberries. Ik ben benieuwd hoe lang die goed blijven. Ze zien er best goed uit. Nu was ik ze, dus misschien zijn ze straks al helemaal verrot. Nog een paar. Haar pijn moet je nooit te lang bewaren, want dan gaan ze helemaal meestal goor worden. Er komen hier nog 2 eitjes in. Oh. Ik haat echt panterprint. Deze tas is heel handig voor mama. Laptop, nou, dit gooi ik er gewoon los in. Goed. Dan wacht ik nog even op mijn eitjes. En wat wilde ik nog? Wat nootjes. Vorige keer had ik die hele bak met nootjes mee. Toen vond ik het dus heel moeilijk om daar niet van te eten. Dus ik ga nu gewoon minder nootjes meenemen. Hoppa. Kattenharen. Zo. Zo dan. En dan die 2 eitjes erbij. Is wel goed toch? Denk ik. Oh nee. Hoorden jullie dit? Oh, wat erg.
Ook echt als je haast hebt, helemaal glas. Ik heb een kat, dus ik moet het nu opruimen. Mijn hele vloer onder de smoothie. Oh. Waarom ben ik altijd te laat? Ja, door dit soort dingen dus. Oh my god. Ja, ik doe eerst een stoffer en blik, want allemaal glas. Smoothie die ik niet eens heb gedronken. Het was gewoon een experiment. Schadig mij de vloer. Oh nee, dit is echt ellende. Is het slim dat ik het nou eerst met een stoffer en blik heb gedaan? Nee, totaal niet. Zo, maar hebben dat poesie hier met de pootjes in gaat staan. Gaat lekker hier. Oké. Eigenlijk heb ik gewoon tekort aan een uur en een kwartier in de ochtend. Gewoon best wel veel. Gewoon douchen, skincare, aankleden, haar doen, make-uppen, eten maken, sieraden. Nou, onverwachte dingen. Ik snap niet zo goed hoe mensen dat ook doen. Die hun kind naar school moeten brengen. Kijk, als je daarna zelf niet meteen naar je werk hoeft, is het easy. Dan ga je gewoon lekker in je joggingbroek je kind brengen. Maar als je zelf ook klaar moet zijn en eten moet hebben en dat soort dingen. Je hebt natuurlijk ook mensen die hebben op hun werk eten. Maar alleen op kantoor, volgens mij. Nou, rip deze. Matcha, heet water en kloppen. Dat kost ook wel even tijd. Mijn boodschappen zijn gisteren niet bezorgd omdat er een busdefect was. Dus ik heb geen havermelk. Dus ik heb amandelmelk. Maar die is niet echt lekker voor matcha, want hij is ook ongezoet. En haver is van zichzelf wat zoeter. Maar we doen het er maar mee. Oké, robot, ga maar hierheen, Ja, kom maar. Kom maar. Ik had dus trouwens een linkje gevonden van die badjas. Dan is die wel 60 euro, maar mocht je hem leuk vinden, Amazon. Gelukkig geen klontjes in mijn matcha, want dat had er ook nog wel bij gekund. Soms gaat hij ineens helemaal klonteren. Hebben jullie ook als je op de verpakking bijvoorbeeld ziet staan, wow, het is houdbaar tot februari 2025, dat je denkt, oh my god, zo lang nog. En dan denk je, oh, dat is echt letterlijk minder dan een jaar. 2025, hè? Dat is toch bizar? Ik dacht, ik doe een keer iets wat ik nooit doe. Ik neem een stukje pure chocola mee. Ik moet nu ook weg. Ik moet me ook nog opmaken tegen twee warme eieren aan. Ik ben soms zo snugger. Ik eet nooit chocola, maar ik dacht ineens van ja. Ik heb gewoon vaak na een werkdag dat ik echt zo behoefte heb aan dingen. Ja, dit heeft dus geen zin. Dat ga ik nu niet fixen. Dan neem ik één stukje pure chocola mee. Nou, dat is ook een succes. Ik was dus al laat, maar toen moest ik ook nog slakken redden. Want het waren slakken en die gingen anders dood. Oké, okay. Ik moest om ons karaaf doen. Doei. Hallo jongens. Ik heb niet gevlogd op mijn werk, maar volgens mij vinden heel veel van jullie dat niet zo interessant. Indien wel, moet je het even laten weten. Oh, ik heb helemaal niks gefilmd terwijl ik de stoelen op tafel zet. Dat doe ik er eigenlijk steeds in omdat ik het leuk vind dat je dan ook gewoon elke keer met je ziet wat ik draag. Dat vind ik leuk aan die paar seconden beeld, mocht je je afvragen. Maandag is altijd een pittige dag, want dan moet ik alles qua luisterhouding en gedrag en dat soort dingen moet ik dan weer helemaal erin prenten. Dus dat is wat pittig, maar... Ik ben weer niet heel moe. En dat had ik vorige week maandag en dinsdag. Dus oh, deze week moet ik dus 3 dagen werken. Maar ik merk wel dat ik minder moe word. Dus dat is wel heel fijn. Ik ben net naar huis gefietst. Toen dacht ik, ik pak meteen mijn auto. Ga ik heel even langs de supermarkt. Want daar heb ik zin in. Het is 5:30. Eigenlijk is dat helemaal niet vroeg. Ik dacht, oh, dat is echt super vroeg. Want ik vroeger natuurlijk pas 6:30, 7 uur thuis was. Maar eigenlijk is het helemaal niet vroeg. Maar goed. Ik dacht, ik rij heel even langs de supermarkt. Ik had ook gewoon kunnen fietsen. Maar... Ik vind het, ik had het net een beetje te koud. Ik dacht, ga lekker met de auto, dat is ook wel chill. Ik heb geen idee wat ik ga kopen. Maar, ja. Goeie dag gehad wel. Blijft pittig, maar wel goed. En, mug. Binnen? Buiten. Buiten. Deze week dus 3 dagen. Zumba is ook op maandag. Ik zou kunnen gaan, maar ik vind gewoon dat het niet hoeft. Ik vind gewoon maandag naar je werk mag je lekker eten op de bank en lekker tv kijken en chillen.
Ik ga wel ook even editen. Heb ik gisteravond ook gedaan. Want het is dus niet te doen als ik op woensdag werk. Om dan die avond die vlog online te krijgen is echt niet leuk. Vorige week werkte ik natuurlijk ook op woensdag. Nee, dat is echt niet leuk. Dus ik moet gewoon zorgen dat ik woensdagavond hem al bijna af heb of af heb. Dus dat ga ik ook doen. En heb ik verder wat te vertellen? Nee, ik ging in een pauze. Vind ik altijd lekker om even te ventileren bij mijn moeder. Meestal ga ik op dinsdag tijdens de gym, maar morgen hebben we geen gym. En werk zij dus in de sauna. Het is een sauna meesteres. Ze is de sauna meesteres. Het klinkt echt raar, maar oké. Dus ik ging vandaag even in de pauze. Ik dacht, ik fiets er eventjes naartoe. Gezellig 20 minuutjes met mama gekletst. Vind ik toch heel fijn en heel leuk. Dat is echt heel fijn. Vind ik nog lekkerder dan na mijn werk daar eten. Ik ga woensdag daar eten, maar eigenlijk na je werk vind ik het heel lekker om naar huis te gaan. Of nu naar de supermarkt. Maar ik vind het heel chill om zo tijdens school even langs te wippen. Dat is zo gezellig. Eventjes lekker buiten, even echt letterlijk en figuurlijk ventileren. Heerlijk. Dus ja, nou, dat is alles wat ik te vertellen heb. Goodbye. Frambozen waren 2 plus 2 graden, dus ik heb net lekker een hele bak frambozen opgechapt in de auto. Heerlijk zijn de frambozen tegenwoordig. Oké, nu weer naar binnen. Weer lekker naar huis. Dit zijn mijn boodschappen en ik heb alles op behalve een ei. Best veel gegeten. Bonus. Ik dacht, dan probeer ik die een keer. Oh my god, zoals hier is kattenhaar. En olijfjes. Hé, hey, mijn lieveling. Hi, schatje. Ben ik blij dat ik helemaal ziek om is. Nee, ik heb hier veel haar overal. Oh, oh, oh. De vegen in mijn vloer zijn wel echt mooi. Oh, kijk, dit is mijn spiegel. Dit is een spiegel die ik nog moest laten zien. Hij is leuk, hè? Ik denk dat ik hem misschien wel in de woonkamer hang. Pushy. Kom. Hi. Liesje. Ja, je bent zo mooi. Zo lief. Ja, aarswezen. Lekker onder de bank liggen. Maar ik wil jou een kusje geven. Kom. Ik wil jou een kusje geven. Ja. Het is lekker weer. Ik ben helemaal niet moe. Heerlijk dat ik niet moe ben. Alsof er nog een hele dag voor me is. Hoe kan dat, hè? Vorige week ook niet. Niet na mijn werk heel erg. Hi, Baviane komt. Ik had best vandaag bij mijn ouders kunnen eten eigenlijk. Maar ik zei dat ik misschien er Zumba wilde. Het kan makkelijk, maar ik heb gewoon geen zin na mijn werk. Want je hebt al zo'n korte avond, weet je wel. Aarswezen. Oh ja, vanochtend was het gras gevallen en zo. Ik kan nu iets ophangen. Nee, ik vind het lekker om altijd even te chillen na een werkdag. Want voor je het weet moet je alweer naar bed. Het is nu... Oh my god, het is 6:02. Ik heb echt nog 4 uur voordat ik naar bed moet. Ik moet gaan klaarmaken. 4 uur, weet je hoeveel het is? Heerlijk. Ik ga even de kussens buiten zetten. Misschien ga ik wel een cocktailje nemen. Weer ben ik vergeten de robot aan te zetten. Ik vergeet het altijd. Zodra ik op mijn werk ben, je zit ook niet op je telefoon voor iets anders dan werk. Ik vergeet het gewoon altijd. Ik wil hem dus nu aanzetten, maar die herrie is niet chill. Maar ja, als we toch buiten gaan zitten, Boezie en ik. Ah, gaat lekker bij zijn familie barbecue. Nou, lekker weertje ervoor. Ik heb helemaal zin in koffie. Ik drink dus geen koffie zoals je weet. Maar ik dacht, het kan nu nog wel om 6:30, hoop ik. Want ik heb van die lekkere toffee nut koffie die ik ooit gratis had gekregen van Starbucks bij HelloFresh of zo. Dit is dus melk. Het schuim kan beter, maar het is echt zeker prima, zie je? Echt wel schuim. Ja, ik ga even lekker een koffietje drinken. Het is heel romig, dus als je daarvan houdt... Heel vol smaakt, zoals volle melk. Ik hou daar minder van. Ik vind oatly lekkerder. Goedemorgen. Iemand in het huis ging gisteravond weglopen. En kijk waar ze nu zit. Wat doe jij? Poesie. Ik mag niet meer poesie zeggen, dat vinden mensen vervelend. Waarom doe je dat? Stout, kom. Ja, stout. Ja, ze heeft het ontdekt dat ze er onderdoor kan naar de buurvrouw. Dat was gisteravond om 11:30. Toen wilde ik gaan slapen, een beetje te laat. Oh, ik zie er mooi uit. Jeetje. Jeetje, Mina, bizar.
Ik heb een beetje kort geslapen. Met vitamine C serum opgedaan. En daarna die brown bronzing drops. Gisteren voor het eerst weer geruikt. Omdat ik zo wit ben. Oké, nou, ik zie er een beetje uit als graftakafé is. Maar ja, ik was helemaal in paniek waar ze was. Dat ze dus bij de buurvrouw. Dus nu kan ze niet zomaar naar buiten. Nee, want dan ga jij weglopen. En ik moet zo naar mijn werk. En ik kan jou... Hallo? Ik kan haar dan dus ook niet pakken. Ik kan jou ook niet pakken, want ik kan niet naar de buurvrouw toe. Dus als jij wegloopt, kan ik jou niet pakken. Snap je dat? Dat is een beetje stout. Om het dan nu dicht te gaan maken, heb ik niet echt tijd voor. Want het is al 7:10. Nee, Poesie, we gaan het even niet doen. Super schattig. Ik zat in de koelkast te kijken. Omdat ze in de koelkast kijkt, dacht ik, waarom doet ze dat? Maar ze wilde een liquid snackje, dus ze kreeg het. Maar ze vindt het dus echt heel lekker. Ik heb dus... Ik heb deze dus van de appie en doe ik dan 3 keer mee. Want ze mag echt heel weinig, anders gaat ze poepen. Maar ze vindt het heerlijk. Oké, bakjes vullen. Ik dacht, het is wel leuk om te filmen, toch? Lekker veel framboosjes. Ik was ze dus maar toch maar gewoon niet. Ik weet niet of dat ergens bij frambozen, maar dan blijven ze gewoon lekkerder. Doe het in een apart bakje, want dan blijft het ook lekkerder. Aardbeidjes. Die was ik wel gewoon in de klas. Oh, zie je, die onderste gaan dus helemaal schimmelen. Oh. Oké, aardbeidjes. Komkommers had gisteren dus ook eentje bij die niet meer goed was. Dat is helemaal zuur geworden. 3 zuurdesembrood. Ik heb trouwens de avocado gisteren niet gegeten. Ik heb dit gewoon los gegeten. Misschien eet ik die vandaag. Misschien ook niet. Dan wil ik ook nog een eiwitshake maken en een matcha. Maar ik moet me ook nog aankleden en opmaken. En het is al 20. Oh, en ik had ook een ei over van gisteren trouwens. Jammer, een dag erna vind ik hem eigenlijk niet zo lekker. Maar ik ga hem wel eten. Dat vind ik ook echt heerlijk op school. Heerlijk. Selderij is helaas op, want dat vind ik ook echt lekker. En de kids vinden het dus helemaal fascinerend. Om te zien dat een juf zoveel groente en fruit mee heeft. Oh, er zitten baby's in. Oh. Ze vragen nu elke dag aan me. Juf, zitten er baby's in je paprika? Meenemen. De Poesie, we gaan even niet naar buiten. Dan moet ik eerst het balkon gaan tegenmaken. Helaas. Ga maar op het Franse balkonnetje chillen. Dat is ook lekker voor het raam. Oh, en nog 2 abrikoosjes. En dan ga ik nu een eiwitshake maken als ik het red. En matcha. And that's my food for today. Het is zover. Mijn gratis matcha die ik altijd kreeg voor samenwerking. En echt mijn lievelingsmatcha overigens. Is op. Dus ik ga die van TK Maxx testen, jongens. En ik heb het gevoel dat die echt groen gaat zijn. Ja. Oh, top. Dat is het idee had ik al. Het is het laatste restje van die ander. Dit is een hele goeie. En dit is, ik denk, exact dezelfde kleur. Want hij heeft dus ook matcha. Ja, dat is echt precies hetzelfde. Hij heeft ook matcha van de TK Maxx. Maar die is minder goed. Oh, als ik deze zakjes nog een keer zie, ga ik ze halen. Ik stuur even meteen een foto naar haar dat hij ook deze moet hebben. Zo. Deze is dus top. Meestal doen ze volgens mij ook niet liegen met de groene kleur. Op de plaatjes. Oh, ik moet echt tempo maken. Dit was vandaag. Oké, heel slordig geschreven, want ik zie net dat het keihard gaat regenen over een paar minuten. Dus ik ga heel snel weg, want ik ben klaar. Kijk nou, wat een schattige mammoetjes we hebben gemaakt. Hier een paar, dan kan het bord weer lekker vol gaan worden met het nieuwe thema. Dag voor morgen. We hebben geen gym, dus ik moest een beetje puzzelen met het rooster. Maar dit is het. En ik ga er vandoor. Zo, bij mijn ouders eten. Waar is jouw deurtje gebleven? Oh, hier. Hi, mooie baby. Hey. Hi, schatje. Jou heb ik ook alweer een tijdje niet gezien, hè? Hey, mooierd. Kom. Nee.
heb je alweer een tijdje niet gezien, hè, mooie baby. Je herkent mij altijd, hè? Dat zie ik aan jou, dat je mij herkent. Ja, je bent een liefje. Nou, het is echt een liefje. Leuk altijd als je merkt dat een dier je herkent. Ja, je bent zo lief. Ben je zo braaf? Cool, hè? We hebben lekker in het zonnetje gezeten. Even hallo tegen de kinderen die kijken. Kinderen die kijken? Kijken die naar jouw vlogs? Ja. Kinderen van dus dit voor dressing? Wat hoort nu? Mosterd? Wat hoort nu? Oh, dit ruikt wel lekker. Als ik in je ogen kijk. Oh nee, dat is een ander liedje. Hé, hey, dit is grappig. Wat? Pasta. Met pesto. Was ik zo heel weg vandaag? Was dat de langste keer ooit? Zo, het was echt heel fijn met mijn ouders. Zo gezellig, echt heel gezellig. En heerlijk gegeten, echt gewoon heerlijk. En ja, ik ben een stuk minder moe na mijn werk, merk ik. Dat is wel heel erg fijn, zelfs na 3 dagen. Nu moet ik wel nog editen, maar ik heb al 3 kwartier bewerkt, dus dat scheelt. Ga ik lekker op de bank liggen met Poesie. Maar het is zo raar dat het nog zo licht is. Het is namelijk al 9:15. Dus ik denk nog 2 uurtjes of zo. Dus dat valt mee. Het wordt geen nachtwerk. En mijn picknick is net bezorgd. Want het is zo chill. Want je moet dus voor €40 boodschap bestellen. Het is geen samenwerking. Een aantal van jullie hebben mijn code gebruikt. Dit is een lensstopje trouwens. Voor wie het steeds vragen. En ik zei al in mijn vorige vlog. Ja, het is geen samenwerking. Maar als je dus nieuw bent en gebruik mijn code. Krijg je €10 korting op 40. Dus 25% korting. €30 betaal je. En ik dus ook. Dus ik heb nu voor de 3e keer besteld. En ik heb weer korting. Super chill. Dus ik zal even laten zien wat ik heb gekocht. Ik heb havermelk. Dat is al geen aanbieding of zo. Maar ik vind dat gewoon. Dat scheelt ook heel erg chill met tillen. Dat ik dat gewoon weer binnen heb. En ja, het gaat er zo snel doorheen. Al die kattengif was er niet. Dus ik had deze maar besteld. Ik dacht, ga ik die eens testen? Het ziet eruit alsof het heel goed is. Ik weet het niet. Dit was 1 plus 1. Dus ik heb 4 dingetjes voor in mijn wc. Die gaan altijd super snel op. Ik vind ze eigenlijk ook best wel duur. En plastic en alles. Maar wel lekker schoon. Lekkere boeren eitjes, 2 puntpaprika's, blauwe bessen, bramen. Ik had nog blauwe bessen, die moeten nog op. Wow, kijk het verschil met deze bigga's en deze kleintjes. Aardbeien, dit was ook een aanbieding, lekker groene asperges. Dus die ga ik lekker morgen eten, denk ik. Ik weet niet of je die ook kan stomen, maar ik ben helemaal into groente stomen in mijn rijstkoker. Selderij is echt mijn snackie en... Eigenlijk heb ik super weinig. En ik kreeg dus gratis sinaasappels. Dus ik kreeg af en toe gratis dingen. Maar er was iets misgegaan. En toen had ik dus 3 pakken gratis sinaasappels. Dus ik ga even rondvragen aan mijn broertje en aan mijn ouders. Of zij dit willen hebben ook. Want ik heb ook nog sinaasappels. Maar het is ook wel goed om eventjes lekker sinaasappels te gaan eten. Misschien te persen. Het zijn perssinaasappels. Ik heb toevallig... Dit. Kijk. Zo'n wekpot ding. Ja, kijk eens aan. Ik ga morgenochtend even lekker voor mezelf. Ik voel me niet ziek of zo, maar vitamintjes zijn nooit verkeerd. Ga ik lekker sapje persen. Heerlijk. En ja, dit is dus niet zoveel voor €40 of dus €30. Maar dit is natuurlijk duur. Dit is duur. En dan zit je er al gauw aan. Iemand is heel schattig terwijl ik aan het editen ben. Ga je dan een soort van je expres hierachter verstoppen zodat ik jou niet kan zien? Als ik daar zit, zie ik jou niet, hè? Vind je dat gewoon lekker een beetje chillen in je eentje, maar toch een beetje met mij? Ja. Ach, ben je toch schattig, klein mormeltje? Je bent zo'n lief en mooi mormeltje. Aan je deur gratis bezorgd? €3,50. Waanzinnig. Heerlijk. Helemaal vers en warm. Dit is echt heel chill. Ik heb net een hele volle gemaakt. Ik dacht, misschien ga ik even langs mijn school en dan ga ik mama zo'n lekker sapje brengen. En ik vind het ook leuk om langs mijn school te gaan. Wat mama ook soms doet als ik aan het werk ben. Misschien hoor. Even kijken. Ik kan ze natuurlijk het beste niet een voorraadje maken, want het beste is natuurlijk om ze vers geperst te drinken in verband met de vitamintjes. Ik heb al een volle, dus dit wordt de tweede. En er gaat echt veel sinaasappels in eentje. Ik moet eigenlijk eens tellen hoeveel erin gaan. Dit is de eerste. Eigenlijk vind ik het ook lekker om de vezels erbij te hebben. Dus die gooide ik nu steeds weg. Maar misschien
kan ik die er ook in doen. Zo. Ja, lekker. Wat een kliederboel. En bij die andere heb ik die dus weggegooid. Ideaal dit. Leuk toch? Lekker met de hand. Ook nog even een workoutje voor je spierballen. En je handen. Hoppa. Hier kunnen ze ook van die sexy filmpjes van maken. Wat ze tegenwoordig doen met dat boetseren. Maar dan met sinaasappel. Wie snapt wat ik bedoel? Ben ik heel benieuwd naar. Van die filmpjes met van die sexy vrouwen en sexy mannen die dit gaan uitpersen. Nou, ik zal zo laten weten hoeveel sinaasappels. Nee trouwens, jullie mogen het raden hoeveel sinaasappels erin gaan. Niet heel moeilijk te raden als je het zo kan inschatten al, hè. Ik denk... 4. Ik denk 6, want hierboven kan ook nog een beetje. Hallo allemaal. Ik ben gisteren trouwens niet op mijn spijkermat geweest, omdat ik tot zo laat weer moest editen dat het niet meer lukte. Maar ik ben er net even opgegaan voor het eerst met mijn blote rug en het lukte. Want ik ben dus voor het eerst ongesteld geworden sinds ik stopte met de pil. Dus super fijn. Vorige keer was het ook al zo dat ik meteen mijn menstruatie eigenlijk weer terug had na een maand. Dus nu ook. Ik denk een maand. Ik zat wel steeds te denken van, hoe lang geleden is het nou inmiddels al, weet je wel. Maar ik denk dat het een maand heeft geduurd. Misschien net iets langer. Maar er stond dus steeds, ga op een spijkermat liggen tegen die pijnen. Dus dat heb ik gedaan. En ik denk dat het door de menstruatie komt dat ik het aankom met mijn blote rug. Maar ik voelde wel echt even verlichting. Maar ik moet zeggen, nu ik eraf ben, ik heb er ook niet heel lang op gelegen. Want ik dacht, ja, ik moet even door met mijn dag. Maar ik ga toch maar eventjes zo'n Naproxen nemen, want dat helpt gewoon tegen de pijn. Maar ik heb er dus met mijn blote rug op gelegen. Zien jullie dit? Ik wil zo graag laten zien hoe het eruit ziet. Er zitten dus allemaal punten op je rug en helemaal rood. Ik hoop dat het scherp stelt. Dan kunnen jullie het een beetje zien. Ja, je ziet het wel toch? Zie je? Zo ziet je rug er dan eens uit. Het verschil met en zonder. Bizar, hè? Wow, ik heb net gedoucht en ik heb zoveel menstruatiepijn. Het is echt bizar. Ik nam nog zo'n pil. En echt een paar minuten daar moet ik gewoon overgeven. Ik heb nog bijna niks gegeten. Gelukkig heb ik dat sinaasappelsap een paar uur geleden al. Want als je dat moet uitkotsen, gadver. Ja, gewoon overgegeven. Een beetje. Een klein beetje matcha, een klein beetje brood dat ik heb gegeten en gedronken. Zoveel pijn? Dat is echt bizar. Maar ik wil heel graag even langs mijn moeder om dat sapje te brengen. En even de kinderen gedachten zeggen. Maar de pijn is echt extreem. De pijn gaat echt niet weg, maar de school is over een uur dicht. En ik wil wel gewoon het sapje brengen, want ik had helemaal leuk dat bedacht. Alleen ik ben echt chagrijnig door de pijn. Dus ik ga gewoon niet te lang blijven. Jammer zeg. Ik weet ook echt niet of ik naar Zumba kan. Want dat voelt echt als falen. Zeg maar, ik wil juist, ik was super gemotiveerd. Maar de pijn is niet normaal. In tijden niet zoveel pijn gehad. Mijn aardbeienplant heb ik net op Instagram gezet. Ik heb hem nu bij de voordeur gezet. Die moet ik weggooien. Helemaal beschimmeld, vol met wormen. Ik ga even dat thuiscentrum foto's sturen, denk ik. Maar ja, ik ga niet helemaal terugrijden voor een plant van 12 euro. Dat is ook zonde van de benzine. Ik weet niet of ik mijn geld kan terugkrijgen, maar ik ga hem weggooien. Want het is echt ongelooflijk smerig. Echt, ik krijg helemaal de rilling over mijn lichaam. Dus dat is jammer. En ik ga even nu op mijn fietsje er vandoor en hopen dat de pijn zo wegzakt. Het is echt bizar. Zo, sap delivery. Als het zonnetje weg is, is het echt heel koud. Maar als het zonnetje schijnt, is het echt heel lekker. Zo, het is al 4 uur. Ik ben hier al 2 uur. Dat was gezellig. Even het bord gemaakt voor mami. Daar is ze. Wat is ze nou aan het doen? Oh, even geholpen met nakijken. De kinderen vonden het superleuk. Nog even lekker gezellig gekletst. En nu ga ik wel. Maar ja, het voelt niet echt als werken. Dus ik vond het wel even gezellig. Ik heb weer een keer een ijsje bij Nelis halen. Ik heb kokos en biscotti. Ongesteld, dus vet was het. Ik ben dus in een Vibra. En ze hebben echt waanzinnig spullen. Echt alles is geweldig. Accessoires. Ik heb echt al heel... Ik heb bijna niks gefilmd. Want... Zonder steeds mensen, maar het was echt... Je moet echt gaan kijken. Om even het ongezonde thema vandaag te blijven, boeit me ook echt niks op zo'n dag. Want ik hou er normaal toch niet van. Dus had ik zin in deze boba testen. En ook oprecht zin in zoet drinken. Dat heb ik ook nooit. Echt hilarisch hoe je lichaam dat zo aangeeft. Het boeit me echt niks. Ik voel me er ook echt nul slecht bij als ik dat toch nooit doe. We gaan het even testen. Ik ga het even in een beker doen. Boba, boba. Boba, boba, boba. Oh. Het is wel doorzichtig. Blue raspberry. Ik had het al vaker gezien. Het is een beetje lastig met ijsblokjes erbij. Het smaakt heel chemisch. Maar vandaag vind ik het echt heerlijk. De balletjes zijn echt goed. Voor 1,50 of zo. 2 euro. Echt heel erg chemisch. Maar er zit geen kleurstof in, lijkt het. Ik kan niet echt bepalen hoeveel ballen er nou in zitten. Volgens mij best veel. Maar nee, helemaal niet veel. Nou, wel een leuke manier om boba te proberen. De balletjes zelf smaken in principe gewoon hetzelfde.
Wat een plastic. Nou, dit was mijn review. Ah, jullie gaan het denk ik niet kunnen zien. Maar ik zie dat er heel veel balletjes zijn kapot. Het lijkt net een soort kwallen hier allemaal. Wel echt een goede camera, dus je ziet het wel. En het lijkt ook alsof er glitter in zit. Wow, je ziet het. Deze camera is zo goed. Een soort kapotte kwallen. Ja. Als ze daar gaan liggen, vind ik haar zo cute. Ik had wat dingen gekocht. Deze heb ik al, maar ze hadden roze. En toen wilde ik roze. Dit vond ik gewoon een heel handig klein kleedje. Dit vond ik heel leuk inpakpapier. Dit was heel goedkoop. Dit is voor een vriendin. Dit is voor als ik een keer geen tampon in wil. Ik heb dus nooit maanverband. Dus dat wilde ik een keer hebben. Dit is voor mijn zoete behoefte die ik ineens heb. Dit stond er al. Dit vond ik altijd te duur. Ik had één keer gekocht. En nu dacht ik, ik koop het weer. Om mijn wc lekker schoon te maken. Helemaal zo met schuim. Dit glas hadden ze bij de Vibra. En hey, dat is die ene die ik bij de Action had gekocht. Waarvan ze er toen maar één hadden. Dus nu heb ik er twee. Dit is om een keer een cadeautasje op te vullen. Want dat vind ik leuk, zoals je waarschijnlijk al weet. En dit is voor in een cadeautasje. Net als deze. Vibra was echt geweldig. Ja, allemaal prachtige home dingen en zo. Mijn mascara die ik altijd gebruik was niet tweede gratis, maar tweede voor 1 euro. Dus dacht ik, koop hem weer, want hij is echt bijna op. Dit vond ik leuk als ik mijn nagels doe, dat ik een keertje iets ermee kan tekenen met gel of zo, wat dan ook. Dit is om deze dagen te overleven. En deze wil ik al maanden testen van Essence, de lip oils. Want die heb ik nog nooit getest, want die waren altijd op. Ik weet dus niet of jullie dat dan dus leuk vinden als ik dat in de vlog doe, want het duurt altijd zo lang. Maar ik ga het denk ik wel doen. Mijn tandenstokers van Gum, daar had ik een keer heel voorraadje van ingekocht. Maar die zitten ergens nog in een doos of zo, waarvan ik niet weet dat ik hem nog niet heb uitgepakt. Dus ik dacht, ik koop gewoon even dit. En kraden, wat ik nooit gebruik, maar wat ik wel heel leuk vind voor ooit. Mijn bonusdochter of mijn vriendinnen. En deze was maar 3 euro en ik vond het zo schattig voor bijvoorbeeld in de klas of zo, zo'n spiegel. Is toch te cute. I loved it. En als laatste heb ik dan ook nog. Ik vind ook gewoon, los van of het goed is of zo, vind ik het gewoon heel leuk om allemaal roze schoonmaakspullen in mijn huis te hebben. En doe even een duimpje omhoog, een duimpje. Voor deze prachtige kwaliteit beeldmateriaal. Sorry hoor, kijk eventjes hoe scherp is dit. Dat is niet normaal. Komt omdat ik deze camera voor Babbel heb gekocht en daardoor heb ik zo'n mooi beeld. Daar gaan we hoor. Normaal gaat hij dus helemaal omhoog, maar deze doet het niet blijkbaar. Raar zeg. De vorige keer was dat niet. Het hoort anders te gaan. Maar oké, kijk, hij gaat alsnog helemaal dik worden. Ja, en nu? Normaal ga ik het nu afspoelen, maar ik moet 10 minuten laten intrekken. Dus nu doe ik het weer terug in de pot. Maar dat is echt best een gor allemaal. Ik had hem even omgedraaid. Nou, even, het was best lastig met al die spullen die er staan. Maar hier is het minder leuk, toch? Of maakt het niet uit? Want volgens mij heb je toch vaker zon aan die kant. En wil je nog even het laatste avondzonnetje en dat is dan ook daar? I don't know. Je hebt ook iets meer privacy die kant op. Omdat je daar wel buren hebt die je kunnen zien en daar niet. Maar op zich is het niet storend dat je er zo meteen tegenaan loopt, maar ik vind dit dan gewoon zo lelijk. Ja, ik weet het al. Het komt dat hier dan geen riet zit en dan valt dit nog meer op. Het ziet er nu natuurlijk sowieso niet uit. Oké, het is sowieso een zooi nu. Ik heb zo'n tête-à-tête bankje besteld, want ik wilde gewoon voor die kant een simpel bankje, dat je daar ook lekker de zon kan zitten, want die moet gewoon daar. Zuma begint over 1,5 uur en ik heb geen zin. Even testen. Hij is best wel dik. Wel lekker. Ik heb lekker nog even in het zonnetje gezeten. Ik vind sowieso de betekenis lip oil heel vaag. Wat is nou lip oil? Want heel veel lip oil zijn geen lip oil. Het zijn meer blushes. Maak je lippen sowieso voller. En het voelt wel heel lekker. Ik weet niet wat het speciale hierin is. Oh ja, non-sticky is het. En als ze dat bedoelen met die oil, dat het niet klevend is. Ja. Het is, ja, eigenlijk is het lekker, want het voelt als een lipgloss, maar dan zonder het plak. Ja, heel dik. Ja, ik ben benieuwd hoe snel die eraf gaat. Ik denk best snel. Hij geeft niet dat zo'n lipsteen kleurtje volgens mij. Ik heb allemaal olijfolie op mijn gezicht gesmeerd. En in de zon gezeten, dus mijn huid is een beetje.
Ik geef avondeten opwarmen, lekker nog de lasagne van papa uit de vriezer. Zo, lekker soepie uit de vriezer. Oké, geen excuus, ik ga, want ik ga niet dood van de pijn. Ik heb wel dus ook net gegeten, dus daar zit ik vol, dus dat is ook niet zo chill. En ik heb een strakke legging aangegaan, ik dacht dat is misschien lekker, maar ik zit nu echt heel vol. Maar goed, ik heb wel buikpijn, maar ik moet niet opschieten, want het begint daar vrij. Hallo, ten eerste even zonnebrandsel doen voor de mensen die denken dat ik geen zonnebrand smeer. Oei. En daarom vlekken. Nee, vroeger smeerde ik het dus niet. Het kan dat het daardoor komt, maar het is volgens mij 3 jaar geleden gebeurde net toen ik stopte met de pil. Daar zou het door kunnen komen en sindsdien heb ik elke zomer pigmentvlekken. En is dat mijn voorhoofd heel erg geworden. Volgens mij weten mijn meeste volgers dat wel. Ik heb al zonnebrand op, dus daarom doe ik nu niet zo'n hele dikke laag. Maar iemand zei, oei, je moet echt zonnebrand gaan smeren. En ik ben niet snel dat ik denk dat van zoiets moet je niet zeggen. Dat boeit mij meestal niet. Maar bij dit dacht ik van, hey, je moet niet suggereren dat ik dat niet smeer. Natuurlijk smeer ik dat. Ja, maar ik zie niet dat je het smeert. Nou, hierbij. Maar mijn pakketje is binnen. Want ik had dus gisteren tête-à-tête stoel ding besteld bij Weko. Dus die ga ik even hierheen proberen te krijgen. De doos is gelukkig niet heel groot. Wel zwaar. Ik vind het ook niet helemaal lekker. Oh, dit gaat wel. Die man zei dat ik het niet kon tillen. Poesie, je hoeft niet meteen bang te zijn, schat. Er is nergens voor nodig. Er gebeurt niks. Die stoelen mogen ook wel een keer van tafel af trouwens. Het is heel warm aan het worden. Ik ben blij, want dit weekend morgen verjaardag in Zoetermeer in Den Haag. En de dag erna gaan we varen. En we zitten al de hele tijd, want het staat al heel lang gepland. We moeten het afzeggen. Nee, we laten het gewoon doorgaan. Ook al is er geen zon, maar grote kans. Als ik het zo zie dat er wel zon komt. Het is nu ook best wel heet. Ik vind mijn vloer trouwens zo mooi. En die schade, daar kijk je op een gegeven moment niet meer naar. Maar die vleugen in mijn vloer zijn wel echt prachtig. In ons vorige huis hadden we dus veel minder van die vleugen. Dus ik ben er wel heel blij mee. Ik wil even die doos openmaken, want ik wil zo naar het grofvel. Oh! Oh, als je denkt dat je gaat tillen, schrik je echt dood. Wel jammer dat altijd als ik film dat er dan zoveel herrie is van de weg en zo. Maar ja, het is nou eenmaal mijn huis. Ik probeer in ieder geval de robot niet meer zoveel aan te zetten tijdens het filmen. Maar ik was eerst gewoon een beetje obsessief met die robot. Ik wilde hem echt de hele dag aan. Maar het is ook niet goed voor dat ding. Ik ben benieuwd hiernaar. Ik denk dat het wel een goede keuze is. De spin die hier dus al weken zit, heb ik net eindelijk in een glaasje gevangen en naar beneden gegooid. Het overleven spinnen toch wel? Denk ik, eigenlijk. Ik mag ook niet meer hey pushy zeggen, want iemand wordt helemaal gek daarvan. Een van jullie. Het is echt ineens super warm, ik zag er helemaal niks van. Heel veel losse onderdelen. Dit zit erbij. Nou top, deze zit er nog op van mijn vorige set. Het is precies dezelfde maat. Dus ik ga lekker aan de slag. Het is gelukt hoor. Het was meer werk dan ik had verwacht. Van jullie zullen misschien zeggen, oh zonde, het is nu veel krapper, maar ja, het belangrijkste is gewoon dat je genoeg zitruimte hebt. Dus ik ben er wel blij mee. Ik vond het ook leuk hoor, als het wat ruimer oogt, maar ik mis gewoon zitruimte hier, dus bueno. Nog even leuke kussentjes kopen verderop. Het is echt wel een stuk krapper, maar het is super fijn en handig. Tafeltje erbij, ideaal. En er hoeven niet per se kussentjes op, maar het is wel lekker natuurlijk. Dit is hem. I did it! Er zit alleen één foutje in. Ik twijfel of ik dan ga bellen daarvoor. En dan krijg je misschien korting nog of zo. Maar ja, er is echt een foutje in. Hey, sowieso mis ik één schroef. Dat klopt denk ik niet. Maar deze is over, want hier mist een gat. Waar een gat had moeten zitten, die hier wel zit. Waarmee je hem er zo indraait met die erbij. En die zit er niet. Dus dat is echt een fabrieksfout.
waardoor dit alleen met zo'n houten balkje vastzit en dus gewoon minder stevig is. En hier, ik weet niet of je het ziet, hieronder zit dus een gat. Maar het heeft geen zin om die schroef erin te doen, want er mist een ding, zeg maar. Alleen ik moet wel even gaan checken of ik nou een maar vergeten van die, of dat er toevallig eentje minder in zit. Maar het is gelukt en het is zo heet, het is niet normaal. En zo'n ding is echt ideaal, hoef je niet alles met de hand erin te draaien. Meranti, hardhout, het zal vergrijzen na een tijd. We adviseren 2 à 3 keer per jaar te behandelen. Blablabla. Misschien moet ik het wel eventjes allemaal. 2 jaar garantie. We gaan insmeren met dat spul. Moet ik even een kwast kopen. Ik twijfel nu nog of het leuker is om die daar te zetten en die daar. Maar het was echt heel veel werk om het gisteren te verschuiven. Want nu zit hier zoiets heel hoogs. En dat oogt misschien mooier tegen die aan. Yeah. I don't know. Ik zocht jou. Is dit je nieuwe plekje als je bang bent? Dotje. Ik was je aan het zoeken. Ik dacht, waar ben je nou? Nou, je bent zo klein en lief als je en zo licht, zo dik. Was je een beetje bang, schattie? Je mag lekker dit als plekje nemen, hoor. Zit je toch bijna nooit. Je mag gewoon, Boezie. Lekker, ja, lekker daar liggen, hè? Schatje patatje. Ik denk toch wel dat het ongeluid leuker is. Dus ik heb even alles naar binnen gehaald. Zodat ik het kan omdraaien. Eeuw, is het binnen of buiten? Buiten. Wat is dit nou voor een week? Niet naar binnen gaan. Doei. Doei, weg, 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 weg. Ik denk dat deze eerst helemaal naar binnen moet. Niet bij de vloer beschadigen. Ik denk dat het wat ruimte gaat ogen. Oh, dit is zo onhandig allemaal, jongens. Dan zit ik hier echt ingebouwd. Bouwd. Wow. Het is wel goed voor mijn kookverslaving, want ik wilde eigenlijk weer gaan minken. Maar dat ga ik denk ik niet meer doen vandaag. Maar ik moet hem eerst nog draaien, trouwens. Zal ik hem gewoon omhoog? Ja. Zo heb ik ook bij mijn ouders in de nacht het bed toen gedraaid. Dat ik het niet lekker vond. Nou, ik hoop maar dat het mooi gaat zijn, want ik ga het echt niet nog veranderen. Ik stond op een stukje van die gebroken tafel. Dat deed best pijn. Oké. Ja. Ik ben echt benieuwd of ik dit handiger had kunnen doen, maar volgens mij niet. Ja. Oké, even kijken. Ik weet niet of ik het per se beter vind, maar ik vind het ook niet slechter. Ik laat het lekker staan. Prima toch? Ik heb het idee dat hier toch ook net wat meer vaker zon komt, dus prima. Dit creëert leuk zo doorbrekend met dat daar geen riet zit. Alleen is er nu iets minder plek om de plantjes weg te moffelen, want dat deed ik dus hier. Maar ik vond dat toch niet mooi. En er is geen plek meer voor deze. Maar die is kapot. Ja, behalve... Nou, hier kan dan de parasol. Of de parasol moet. Kijk, het liefst ga ik dat gewoon ophogen, zodat die parasol iets naar achter kan. Kan natuurlijk ook zo. Ja, het oogt mooier als ik dit nog een stukje naar achter schuif. En dan is hier nog ruimte. Dit is toch mooier dan dat ik dit naar voren doe en daarachter spullen zet, denk ik. Want zo oogt het denk ik wel groter. Veel spullen? Ja, ik moet die dingen gaan ophangen, maar ik heb er steeds geen zin in. Omdat ik er niet bij kom en dan een kruk moet pakken. En die heb ik niet. Die heb ik trouwens wel. Die staat gewoon als nachtkastje in mijn slaapkamer. Maar ik heb er geen zin in. Oké. Nou, dit vind ik voor nu eigenlijk heel netjes. Deze staat hier. Ja, het is opgepropt. Maar het past wel. Ik vind het toch leuker zo. Want erachter staat dan een parasolvoet aan die tafel. Plantjes. Het worden er dus dan nog meer. Plafond moet nog. Hier helemaal afgedekt met oude plastic plantenpotjes. Waar de poesie er niet door kan. Maar ze kan wel lekker een beetje kijken. Ze kan ook iets makkelijker eronder dan. Onder deze daar. Dus dan kan ze daar ook wat beter een beetje nieuwsgierig kijken. Want dat vindt ze leuk. Hier kan ze ook helemaal onder. Want er liggen geen stoelen meer onder. Want die heb ik gewoon niet nodig. Daar is ook geen ruimte voor. Plantjes. Nou, ophangen moet nog steeds. Maar ik vind het eigenlijk wel heel leuk. Deze is normaal natuurlijk dicht. Hoe ziet het er dan uit? Ja, tuurlijk is het wel vol. Maar ik heb nu wel gewoon plek voor 4 en een tafel. Eigenlijk meteen. Ja. Ik vind het leuk.
En jullie? Nou, Poesie is heel blij met deze nieuwe indeling. Want ze kan helemaal lekker je onder chillen en daar houdt ze van. Fijn voor jou, schat. Matchaatje, vers sappie. Ik weet dat hier heel veel suiker in zit. Ik kreeg gewoon een berichtje van in 200 ml zit een 4,5 suikerklontje. Ja, ik ben niet zo bang voor suiker omdat ik nooit echt zoete drankjes drink. Gisteren had ik dus een craving dag, maar die is vandaag al weg. Want het is ook gewoon gezond en ik heb nu gratis sinaasappels gekregen, dus daarom doe ik het nu. Maar ik ga er geen gewoonte van maken, maar het is ook hartstikke gezond. Ik ga het lekker in het zonnetje. En kijk, daar is nu lekker ook veel zon. Dus ik kan nog lekker op mijn lounge gedeelte zitten. Is dat ideaal? Zo lekker. Wel waanzinnig hoor, zelf vers geperste jury zo lekker. Helemaal zo'n restaurant vibe. Hoewel ze het restaurant bijna nooit meer lekker hebben. Ik voel me helemaal gezond hiermee ook. Oké, ik ga voor de eerste keer de kattenbak verschonen. Als het goed is, ik dacht nou hoe ga je dit nou schoonmaken? Maar als het goed is gaat hij dus nu al dat grit in de zak gooien. Ik dacht hoe krijg je dat grit eruit, maar gaat al dat grit gewoon weggooien voor je. En dan hoef je alleen maar even met het water schoon te maken. Op zich zit er nog wel veel grit in, maar ik vind het nu wel tijd na 2 weken. 2 weken geleden komen ze bij me. Oh, zien jullie mij? Hallo. Hij is bijna. Ja, nu komt hij bij het gat. Het stinkt gewoon nog steeds nauwelijks. Zeg, bizar. Nu gaat hij denk ik in plaats van alleen het rollen, gaat hij alles in het gat laten komen. Denk ik. Ben benieuwd. Als het maar wel in die zak past trouwens. Die zak zat al best wel vol. Ja, alles valt erin. Wauw, wat is het bizar zo'n systeem zeg. Nu is hij dus klaar. Dan moet je hem uitzetten volgens mij. Oh, ik heb de stekker eruit gehaald. En dan kan je de achterkant eraf halen. Oh ja. Oh ja. Oh, de eerste zak. Oh. Deus dicht voor de zekerheid, maar de stok valt echt mee. Dan ben ik heel erg benieuwd naar het andere kattengrit. Uh-oh, oeh, dit is niet helemaal goed gegaan. Het was gewoon te veel grit. Het is nu een heel deel naast gevallen. Nu heb je dus zo'n hele zak. Oh, het stinkt echt eigenlijk niet. Bizar, hè? Oh, je haalt het hele ding eruit. Dit hoort dus niet dat hier allemaal grit op ligt, maar dat gooi ik even in de wasbak of zo. Dat goor. Oh. Oh. Dit is ook waar je kookt. Dat is eigenlijk heel goor wat ik nu doe. Ja. Ja, hoe zou ik het anders moeten doen? Nu ligt er dus kattengrit in mijn gootsteen. Gelukkig niet veel. Dan moet je dus water in dat ding doen. Maar ik weet dat katten niet van dezelfde geur houden. Ik doe er gewoon even drept in. En warm water. Wat een gedoe. Oh. Oh my god, jongens. Het wordt hier één chaos. Oh nee. Kijk, het gaat helemaal mis, joh. Godver. Ik zit helemaal onder. Mijn hele vloer is onder. Nou, jongens. Ik zet even de camera uit. Het is een beetje gedoe. Ik heb het nog maar even helemaal in de douche gespoeld. Maar ik denk dat ik de volgende keer gewoon... dat hij dan gewoon goed helemaal leeg wordt gehaald. En dat ik het dan gewoon met een nat doekje doe. Volgens mij stond het ook in de gebruiksaanwijzing, maar ik zag een filmpje op internet waar ze het zo deden. Maar nu is het natuurlijk ook helemaal nat, dus nu denk ik dat ze niet nu moet hoor. Maar ja, of ik moet hem helemaal droog maken of ik moet even wachten tot hij droog is. Dat is natuurlijk weer het voordeel bij een normale kattenbak. Hou je gewoon één keer die hele zak eruit, dus die is schoon. Maar ja, in Radervoor heb je nooit meer die stank. Dus ik, ja, ik vind dat nog goed hoor. Alleen wat ik nu doe kost gewoon te veel tijd, dat is niet handig. Ik had het gewoon, ik ga er nu minder grit in doen. Ik ben benieuwd of ze het nieuwe grit wel snapt. Ander geurtje. Maar ik wacht nog steeds even of die droog is. Want hij is niet helemaal droog. En grondvormend wil je natuurlijk niet hebben dat het nat wordt. Ik loop 1 seconde geleden pas weg en ze gaat er al in. Ze zit weer lekker te spelen. En dit grit is nog grover. Fijn. Was het leuk?
Nog een keer. Kijken of je iets hebt achtergelaten of zo. Wat doe je? Maar ze gaat hem zelf ingraven nu. Ze vindt het interessant dat het ander grit is, denk ik. Poesie, de bak doet het voor jou. Zo, mijn boodschappen niet heel veel. Ik had vooral ook wat lekkere snackjes voor op de boot gehaald. Dit zijn tonijnburgers, appels, kattensnackjes, weer pure chocola. Ik wou dit taartje weer een keer gaan maken. Dit is ook allemaal ongezond voor op de boot. Burrata avocado voor op de boot. En voor dat taartje. En mango. Ik heb eigenlijk heel weinig. Wat vind je van het kleine snackje? Lekker? Dit vind ik niet zo erg om te geven, dit soort snackjes. Maar het liefst doe ik het dan gooien, dat ze ook een beetje gaat bewegen. Die liquid snackjes vind ik gewoon niet zo goed voor haar. Pak maar. Oh, sorry, je schrok van de tas. Sorry, Boezie. Hier. Hoppa. Snackje. Daar. Maat. Vriendin. Boezie. Nog twee om te zoeken. Oké, ik ga sporten. Goodbye. Het is 9:00. Dat was heerlijk. Ik heb echt goed gesport. Ik was 9:50 thuis. Even snel afgespoeld. Niet echt uitgebreid gedouchen. Dat ga ik lekker morgen doen. Mijn haar was en zo. Ik vind het trouwens wel leuk. Mijn haar was heel stijl. Want ik het dus eventjes snel met de duizend moest doen. En dan wordt het heel stijl. Maar ik vond het ook wel weer leuk dat ik deze week een beetje stijl haar had. Maar toch, als het dan stijl is, wil ik dat het wel wat meer geknipt is. Want nu valt het zo sluik. Maar goed. Ik had mijn kapper toen afgezegd. En toen dacht ik, weet je, ik vind het eigenlijk wel prima om het eventjes te laten. Maar ik wil binnenkort wel knippen. Maar ik weet niet eens of ik highlights ga doen. Want ik vind het wel lekker als het een beetje uitgroeit. Misschien een paar subtiele. Maar dat wou ik niet zeggen. Ik wou zeggen, ik ga even lekker op de bank liggen met mijn laptop een beetje wat editen. Want morgen heb ik al de ochtend en begin van de middag. Maar dan als ik wegga, kom ik pas zondagavond thuis. En dan moet ik 3 dagen werken en dan moet de vlog weer online. Dan krijg je weer die ellende. Deze keer had ik dus al 3 kwartier geëdit. En alsnog zat ik dus tot midden in de nacht. Had ik dat verteld? Dat mijn ogen helemaal dicht vielen om 12:00 s'nachts. Dat ik elke keer als ik wakker werd in de nacht nog wat heb gedaan ervoor. Dat is niet leuk. Dus Zuma was trouwens heerlijk gisteren. Heb ik volgens mij ook niet verteld. Maar ik ga nu even lekker mijn beelden inladen en vast een beetje editen. En nog niet naar bed. Want ik hou van de avond. Hoe graag ik ook zou willen dat ik niet van de avond hield. Ik hou er af van. Zij moet meer bewegen, maar het is zo lastig in het huis. We hebben nog geen 1 keer gespeeld op deze manier. Het is gewoon heel moeilijk, want je kan bijna nergens naartoe. Anders wordt ze veel te dik, die big. Ik ga nu pas avondeten. Kom, Poesie. Ja, lekker slim omlopen. Zo kan ik het ook. Kom, Poesie. Kom, Poesie. Chimp. Chimp. Oh, dat vind ik eigenlijk wel zielig aan een klein huisje. Hoe moet ze dan bewegen en spelen? We zijn echt al bijna 1 uur aan het spelen. Dat is wel een beetje ten koste van mijn bank, maar ik laat haar over mijn bank heen jumpen, want anders heeft ze echt niks te doen. Mijn haar zit helemaal in de olie. Ik heb die olie die ik bij TK Maxx heb gekocht. Nu voor het eerst helemaal zo op mijn haarlijn overal gedaan, gesmeerd. Het is niet voor hair growth, dus dat is gewoon verzorgd voor je scalp. Maar het voelt wel lekker. Mijn kussenhoes zo wel vettig worden. Nee, het trekt eigenlijk heel snel in. Lekker skincare gedaan. Lekker mijn pigmentcrempjes en mijn crempjes en mijn dingetjes. Maar het voelt echt super glad en lekker. En dit is mijn oog. En dat vind ik niet zo fijn. Maar ik krijg het er niet uit. Ik heb al lensvloeistof op gedaan. Nou, het is... Hoe laat is het? Kan ik zien. Het is al 12:30. Dus ik ga snel de gordijnen dicht doen en slapen. En het poesje is een beetje druk doordat ik met haar ging spelen. Poesje, kom je slapen? Ik mag geen poesje zeggen van mensen. Good morning, nou goedemiddag. Ik heb al lekker een paar uur mijn vlog geëdit. Ik zit al 3 kwartier. Verder eigenlijk nog niks gedaan. Ik dacht, nu ga ik wel stoppen, want het is 1:00. Ik moet mijn haar nog wassen, inpakken. Nou ja, alles nog doen. Ik heb een sapje gemaakt, ga ik even koud zetten. Ik moet ook nog ontbijten, maar ik ga nu eerst mijn haar wassen. Want dat was weer te laat, omdat mijn haar nog nat is. Kijk, deze speldjes had ik dus gekocht. Zij zijn niet zomaar even speldjes. Echt wel een cadeau, toch? Supermooi. Ze heeft ook echt haar. En haar moeder zit nu ook steeds haarstijlen bij het doen en zo. Dus ik dacht, dit is superleuk. En ze had daar ook nog een lijstje gestuurd. Dus ha heeft dan nog Play-Doh klei of zo. En dan geven we dat samen. En dan is het helemaal top. Ga ik het even inpakken, kaartje erbij.
Stiekem heb ik ook nog zin om dit te gaan inkleuren. Waarom ben ik zo? Maar ik ga het niet doen. Oké, klaar. Anders kom je te laat. Nou, een jurkje gaat vandaag niet. Dus gewoon weer dezelfde look. En heb ik mijn blouseje een beetje weggewerkt. Vind ik toch wat stoerder of zo. En mijn haar helemaal, ja, toch weer een beetje stijl gemaakt. Maar aan de onderkant dan wel een beetje krul gelaten. Het was mega volumieus, maar ik vind het toch leuk. Rien, dit is al best wel veel. En dan vind ik het toch leuk als je haar vast zit. En make-up moet ik nog opdoen. Maar ja, ik zie er best wel goed uit voor iemand die nog helemaal nul make-up op heeft. Ja, ik heb even die lipgloss getest. Oorbellies. Ik hoop dat ik bij de Tieke Max een leuke ketting kan vinden. Ik heb niet heel lang meer, want het is al 4 uur. Het is echt zo erg als ik ben. Haas familie ziet me ook altijd echt alleen maar in deze broek. Dit soort broeken in ieder geval met die strepen. Maar het zijn gewoon iedereen trouwens. Het zijn gewoon mijn favoriete broeken. En ik kan nog een jurkje aan. Dus... Oh, en ik had het knoopje dicht. Nou... Maar ik loop gewoon los. Oké, ik ga eventjes make-up doen in de auto. Even afsluiten hier. Mama komt morgen voor poesie eventjes. En dan zie ik jullie in de auto of in Zoetermeer. Nee, we zijn er bijna. Ik ging mijn auto bij haar parkeren. Toen ging ik 3 halts met de Randstadrail. Het was echt vet dichtbij. Naar de voetballen. Nee, dichtbij is voetbal. Toen heeft ze mij opgepikt. En nu zijn we bijna bij Koen en Henny. Wat ik ken. Vonden jullie mijn content leuk die ik heb gemaakt? Dat ik het daar zeg niet. Nee, het was super gezellig. Ik heb lekker veel met Meila gespeeld. En nu is het 1 uur 's nachts. Gaan we lekker naar Zoetermeer rijden. Lekker slapen. Het is al 2 juni. Good morning allemaal. Lekker een eitje gegeten. Appeltje. Vertje jus. Dan gaan we zo lekker naar de boot. Oh, de zon schijnt niet, maar het is best wel lekker warm gelukkig. Ik wil dus even wat laten zien. Moeten jullie de kersenboom zien? Dat is echt niet normaal. Kijk, hij hangt helemaal vol met kersen. Echt geweldig. Hier hangt ook een kersje. En appels. Wow. Leuk zeg. Deze hadden we vorig jaar gekocht. Deze zijn ook mooi. Oké. Ha gaat nog even wat dingetjes doen thuis. En ik ga even lekker naar de TK Maxx. Wat heb ik nog niet gedaan deze week. En dan gaat hij zijn neef en zijn vriend of man ophalen op Den Haag. Dus hij moet over 3 kwartier weg. Of 1/2 uur. En ik pas over 1 uur, want ik rijd dus in 1 keer rechtstreeks door. Dus ik heb lekker nog bijna 1 uur om naar de TK Maxx te gaan. En even in de supermarkt ijsblokjes en dingetjes te halen. En dan gaan we lekker 4 uur lang op sloep, met sloep varen. Dit is een zonnebril. Waar staat dit? Ik weet het niet. Zo, ik ben er. Ik zeg vast even de boterhuisveren. Ik doe nog even mascara op. Ik had dus bij de TK Maxx eerst mijn hele mandje vol met Korean dingen. Skincare dingen. Toen dacht ik, nee, heb ik alles weggelegd, ben ik weggegaan. Toen ging ik naar de Albert Heijn lopen om nog de laatste spulletjes te halen. Toen dacht ik, nee, mijn zonnebrand vergeten. En ik wist dat hij nu 1+1 gratis was, dus dan ben ik nieuwe gaan kopen. Terwijl ik net er 4 heb gekocht. En er al 1 had, dus ik heb er al 5. Maar goed, het gaat op zich wel snel doorheen. En die zonnebrand, hij heeft ook zonnebrand, maar ik vind het wel fijn om gewoon zonnebrand te hebben die ik prettig vind voor mijn gezicht. Dus, en toen zag ik net in de auto dat ik hem wel bij me had, maar dat ik hem in mijn make-up tasje had zitten in plaats van in mijn tas. Dus, oké, maar goed, maakt niet uit. En toen ik boodschappen had gedaan, dacht ik van, ik wil toch terug naar de TK Maxx, want ik had daar van die strandtassen gezien. En ik koop dat nooit, want ik altijd denk van, ja, je gebruikt dat maar zo weinig. Maar ik vond het toch leuk, aangezien we zo vaak met de boot gaan en zo, dan loop ik altijd met zo'n grote... shopper. En dan vind ik het toch wel leuk. Het was €17 om zo'n tas te hebben. Dus die heb ik gekocht. En toen ging ik snel weg. Want om 2 uur hebben we de boot. Best wel laat. Maar we wilden dus 4 uur een boot. En het komt pas vanaf 2 uur. Terwijl hij heeft echt al een maand van tevoren gereserveerd of zo. Dan gaan we lekker 4 uur lang op een sloep. Lekker wijn mee en snackjes. Dan kunnen we er ook gewoon lekker af in Leiden. Omdat we dan niet die tijdsdruk hebben. En het is helemaal niet heet, maar er is wel een klein zonnetje. Dus dat is fijn. Ik zal zo op de boot even laten zien wat ik allemaal bij me heb. Toch wel een klein mascaraatje vandaag. Ik ga even laten zien wat we allemaal mee hebben. Ja, maar deze bak is wel klein, dus het blijft dan niet echt koud, denk ik. Is er niet een kleine, compacte bak? Een kleinere? Zal ik het dan gewoon in de tas laten? Beter, hè? Ik heb 2 zakken ijsblokjes. Dan doe ik alles wat echt koud moet hierin. Ga je koken? Zeg, goed is meegenomen. Oké, hier doen we dan het drinken in. We hebben
Jullie gaan zo mee beginnen. Ja, wel een cool element hier. Oh, nice. En dit hoeft niet per se koud te zijn. Die kan ik gewoon in de hand houden. Kijk, ik heb echt leuke glazen. Schillig plastic, hè? Echt waanzinnig. Toevallig glazen gekocht. Ik wilde het al heel lang en toen dacht ik deze. Nee, mag niet. Ja, de TK Maxx heeft dus. Altijd. Oh, ja, ja. Gelukkig wel. De TK Maxx is echt fantastisch. Ja, zeker. Ja. Alleen het allerbelangrijkste ben ik vergeten en dat is water. Heb ik eigenlijk. We hebben één grote paddeltje. Ik dacht, we gaan niet met kleine dingetjes. Doe maar duidelijk. En alleen nog hazenwijn hierbij. Kijk, ik heb ook een notentaart. We hebben echt veel te veel eten mee, jongen. Lekker, ik heb een check. Ik heb helemaal niet gelust. Goed zo. Ja, die kies lijkt me zo heerlijk. Ik heb nog sneeuw, want ik heb moet ik een mes mee nemen. Hoor. Oeh, lekker koud. Ik heb wel één mesje mee. Volgende keer kregen we echt maar een meter in touw erbij. Ja, oh ja, ik ging het filmen natuurlijk. Zo, lekker. En ijsblokjes en een vriestas. Ja, dat doen we echt elke keer. Ik ga mijn beetje hier te laten. Ja, dat is... Ik ook echt met mijn camera. Cheers. Lekker jongens. Ik hou ervan als mensen allemaal lekker eten meenemen. Bulgaarse kaasblokjes. Lekker. Nou, goed er even lekker. Eerst denk je een beetje troll. Hoor ik troll. Eerst denk je een beetje droger daar in Korea. Nog droger. Kijkt de buurvrouw ook YouTube? Nou, de review, ik vind het wel te droog. Maar het smaakt wel naar kaas. Haar oven heeft een zalmkies gemaakt. Wat zit er allemaal in? Zalm, champignons, prei. Lekker zeg. Hoe lekker is dit overdag? Een koud stuk verse gemaakte quiche. Oh, kijk hoe mooi compact die ook is. Ja, dat is wel een goeie. Heel mooi. Kijk nou door een leuk straatje we gaan hier. Ik ben nu benieuwd wat de huizen hier kosten. Kijk, daar staat volgens mij iets te koop. Een meisje op de boot, zo'n schatje. Gaan we bijna daar doorheen gaan varen. Ja. Het is dat Jeffrey het door had. Jeffrey. Okay. Oh, dat is niet te compleet. Nieuwe route. En we komen dus langs de kweekschool voor zeevaart. En we komen langs de huishoudschool, dus die is ook nog bestond. Ja, maar dit is echt superleuk. We moeten er allemaal spannende bruggetjes en dan bukken en zo. Echt heel leuk. Kijk, zo komen we normaal gesproken van links. Altijd. Ja. Dat is het. Ja. Ah, nu snap ik het. Dit was echt een leuke route. Dit is dan binnen centrum, ja. Eerst ga ik even een koffietje drinken. Ik neem geen koffie, want ik word echt moe hoor van koffie. We zijn omhoog geklommen. Ik weet niet hoe het hier heet, maar... We zijn hier al vaak langs gelopen. Hoe heet dit? 1314. Wow! Dat is voor de oorlog. Ik neem aan dat dit gebruikt werd om te schieten en jezelf weer te beschermen. Hier zijn we. Oh ja, deze tas heb ik dus net gekocht. Superleuk. En dit zijn dus de glazen die ik bij de TK Maxx had gekocht. Komen nu al van pas. En ik had dus vandaag eindelijk een keer een hoed mee en een petje en zo, maar nu is het dus niet heel heet. Ik heb dit bij me. Handdoek, maar ik heb het allemaal niet nodig vandaag. Dekentje. Oh ja, deze nog. Flaming Hot. Wil je Flaming Hot Crunchy Toast? Dat is lekker. Weet ik niet. We kunnen een food review doen. Goed. Alsjeblieft. Brood. Smaaktest. In Amerika waren een paar mensen overleden, toch? Door heet... Wat? Door heet iets. Wie? Ja.
Nou, meestal valt het wel mee. Oeh, ze zien er heel lekker uit. Lekker. Niet heel heet, toch? Even kijken of er gluten zit. In Amerika zijn die... Oh, misschien gluten door de... Ja, sporen, maar... Smaakpoeder. Ja. Je wilt super graag proeven. Dat voor je. Wacht wel even. Kan sporen van gluten. Ja, kan gluten van. Lekker. Ze zien er heel lekker krokant uit. Oh. Gaat vroeger kon je deze niet krijgen in Nederland. Misschien zijn dit wel echt die... Nou, ik vind ze wel heel luchtig. Ik had meer een soort vettig bite verwacht. Niet echt chipsachtig. Wel heet. Oh nee, maar we hebben geen vaart meer. Dan gaan we botsen. Zet hem wel even aan. Die boot moet weten wat je aan het doen bent. Jezus, grote boot zeg. Aanstellen. Ja, er is nog plek voor 10 keer mij. Echt makkelijk. Jullie zijn zo aanstellerig met al die mannen bij elkaar. Nee. Daar komt de Charlotte. Tegenaan moet ik nog. Dit heb ik even mooi gedaan, hè, jongens. Wat een ruim trekje. Ja, jullie gingen helemaal bang doen. Paniekerig doen allemaal. Hi allemaal. Welkom bij. We doen het in ons broek. Heel de familie kunnen we lekker aan tafel. Heerlijk. En nu komen de golven, hè? Let op. Nee. Deze camera is gewoon ook super erg. Dat beeld gaat echt helemaal zo. Kijk, dit is ook een mooi huis. Ja, mooi, zijn dit is dus een leuk huis ook, ja. Kijk. Water-effect doen. Laatste kwartiertje hoor, jongens. Nog even uitwaaien, maar het begint wel koud te worden. Dat was echt een heerlijk dagje. Het is nu bijna 6:15. En Ha gaat lekker met mij mee nog naar wees. We hebben nog lekker een avondje. En dan gaan we eerst Owen en Jeffrey afzetten bij Schiphol. En dan naar mij. Gezellig, het was echt super gezellig. Het was de eerste keer dat we met z'n allen eigenlijk echt hadden afgesproken. Het was echt heel leuk. Oké, lieve mensen, het is 10:50. Ik heb lekker al mijn spulletjes weer een plek gegeven. Alles opgeruimd. Ik heb nog gekookt, we hebben lekker gegeten. Nu gewoon op tijd naar bed. Ha ligt nu op de spijkermat. Die vindt het dus helemaal geen pijn doen. Echt, hoe dan? Ik ga ook nog even op de spijkermat en lekker op tijd slapen. Ik ben best wel moe. Dus dat is goed. Want normaal op zondag ben ik echt niet moe. En nu denk ik door de boot en zo ook wel. Even poesjes water verschonen. Alles is weer netjes in huis. Dat is fijn. Kleren opgeruimd. Spullen allemaal weer een plekje dat je lekker de week goed kan beginnen. Ik hoop dat jullie deze vlog heel leuk vonden. Laat even een reactie achter. Doe ook je duimpje omhoog. En als je niet geabonneerd bent, doe dat ook. Dat zou me heel erg helpen. En kijk vooral volgende week weer. Volg me op Instagram. En ja, tot snel. Doei!